De keuze van wind. Een boek van Fran van Bust. Bijna direct nadat onze wekker gaat en we opstaan, stellen we ons elke dag maar weer dezelfde vraag. Wat zal ik vandaag aandoen? Sommigen nemen het bovenste wat er op de stapel ligt, maar anderen hebben al wat meer moeite met het uitkiezen van de perfecte outfit. Je bent in de winkel en je passeert in de rayon van de snoepjes. Ik denk na over de geweldige smaken van die lekkere, zoete, kleine lekkernij. Maar dan denk je eigenlijk echt nog eens goed na en besef je dat je eigenlijk al de snoepjes thuis hebt. Maar dat zijn niet de snoepjes die hier liggen. En eigenlijk heb jij toch wel zoveel zin in die snoepjes die hier voor jouw neus liggen. Soms kan je gewoon niet kiezen tussen de opties die je voorgeschoteld krijgt en krijg je keuzestress. Fran van Bust is een Vlaamse schrijfster. Ze werd geboren als Frankie. Jaren later veranderde ze haar naam en geslacht en besloot ze te gaan schrijven. Het hoofdpersonage van het boek kan je waarschijnlijk al raden. Wind. Ze wordt bijna 16 en woont op het eiland Siana. Er is maar één stad, Citadel. Om alles in goede banen te laten verlopen, moet iedere burger op 15-jarige leeftijd keuzes maken. Zo moet je bijvoorbeeld kiezen waar je wilt wonen, met wie je de rest van je leven wilt doorbrengen en wat je job zal zijn. Wint wil helemaal niet kiezen. Ze wou bij haar vader blijven wonen. En een job uitkiezen wou ze zeker niet. Ze hield van alles en wou dus ook alles doen. Maar dat kon niet. Wint had ook een beste vriend, Onyx. Onyx had stiekem een oogje voor Wint. En zijn keuze was dat Wint zijn vrouw werd. En zo gebeurde het. Wint werd Onyx zijn vrouw en moest bij hem gaan wonen. Wint was niet de eerste die niet blij was met haar keuze. Er waren nog vele mensen voor haar die hetzelfde meemaakten en uiteindelijk gevlucht zijn. Zij hebben nu hun eigen dorp aan de andere kant van het eiland. En dat was ook Wint haar keuze, vluchten van de keuze die zij gemaakt heeft. En daar begint haar avontuur. Ze leert twee nieuwe vrienden kennen. Kiezel en Kei. Ik vond het een beeldschool verhaal van een meisje dat vlucht, maar tegelijkertijd ook zoekt naar wie zij echt is. Ik vond het een verrassend boek, omdat er altijd wel iets avontuurlijks gebeurde, maar er was wel genoeg tijd om je eigen interpretatie aan het verhaal te geven. Het boek heeft me geleerd dat niet elke keuze de beste keuze zal zijn, maar als je telkens al de beste keuzes maakt, kan je er ook niets meer uit leren.